Iedereen heeft wel zo'n favoriete sketch van het programma Wat Als. En binnenkort komt er een derde seizoen van Wat Als. Waarom bijvoorbeeld... van, voilà, je moeder is een babysitter. We hebben allemaal wel een favoriete quote. Een van de favorieten is ook van Barbie. Wat als Barbie echt was? Hans, ik... Oh, Barbie. Ja. Ik moet iets zeggen voordat we naar binnen gaan. Zeg het gewoon. Ik vind het niet gemakkelijk. Zeg het. Ik heb geen foef. Ja, Barbie die gewoon echt in Wat Als... Komt alles echt tot leven? Een sketchreeks komt aan een derde seizoen en er gaan nieuwe mensen meedoen. Nieuwe acteurs. Vanaf, het is in het najaar op VTM. En een van die nieuwe acteurs is Matteo Simoni. Goedemiddag. Hallo, goedemiddag. Of bijna goedenavond. Ja, eigenlijk wel. Matteo, de laatste draaidag zit er net op van Wat Als. Ja, ik ben juist even thuis. Hè. Het was vandaag de laatste draaidag, maar ook mijn laatste scène in de nieuwe reeks, en dat is eigenlijk heel fijn. Dat is een goed geheim gehouden, dat je een nieuwe hoofdrolspeler bent in Wat Als. Wat als je hoort dat je mocht meedoen? Als je hoort dat je mocht meedoen, wat was er toen? Hoe voelde je het toen? Ja, ik vond dat geweldig natuurlijk. In die zin dat ik, zo'n productiehuis Shelter, ik ken die mensen vrij goed na twee seizoenen in een film als Safety First. Ah, ja. Dus het was een beetje thuiskomen. Ik heb veel vertrouwelijke gezichten. Dus ik voelde me daar dadelijk wel goed. Het was wel wennen aan die zin dat je... veel meer personages speelt op een dag dan ene neerzet. Dus daar moest ik wel aan wennen, maar dat was wel heel leerrijk en heel fijn. Want volgens mij is dat voor zowat alle acteurs een soort droom om zo'n sketches te mogen spelen. Je kent die waarschijnlijk ook van buiten. Ja, tuurlijk. Wat Als hoort wel een beetje bij de Vlaamse klassiekers tegenwoordig. Allee, ik ben er zware fan van altijd geweest. Dus toen Tim van Haast mij vroeg om mee te doen, heb ik geen seconde getwijfeld. De officiële foto van die reeks, daar zien we jou met lang haar en met een vrouw in een winkel vol blokfluiten. Wat was daar aan de hand? Ja, laten we zeggen dat ik super graag een lange zwarte sluiken pruik wou. Dus daar kwam eigenlijk een droom uit. En ik heb ook mijn kin een beetje naar voren gestoken. Dus ik speel een beetje een emo-rocker die zware fan is van blokfluiten. Wat het van kast van die sketch. Ga ik nog niet verklappen, want er zit ook nog een echte rocker in. Maar dat is voor later. Maar ik ben rood gaan bezig. Ja, want samen met jou is er trouwens nog een nieuwe actrice in Wat Als. Jullie zijn met z'n tweeën een van de mooiste actrices van Vlaanderen. Charlotte Timmers speelt ook vanaf nu mee in Wat Als. Hoe is dat? Nee, zie je. Maar ik ken Charlotte al heel lang. Hè. Ja. Mensen gaan dat misschien niet geloven, maar ik ken die echt al van toen ik 14 jaar was. Dat is eigenlijk een jeugdvriendin van mij. Oh. Dus we hebben samen op school gezeten. Dus dat is echt een van mijn beste vriendinnen. Leuk om daarmee te mogen samenspelen. Zalig. Gewoon met je beste vriendin mogen acteren, dat is super tof. Ja, dat is echt heel leuk. En dat was ook heel speciaal aan het begin, maar alles went. Maar dat was echt ook heel plezant. Het allerleukste aan Wat Als, we hadden het er vandaag nog over op de redactie, is eigenlijk dat na al die sketches dat er dan nog eens een blooper-reeksje komt op het einde van elke aflevering. Het is duidelijk dat er tijdens die opnames heel veel wordt gelachen. Was dat met jou ook? Ja zeker. Maar dat heeft vooral te maken met de tegenspelers. Hè. Zoals de tegenspelers zo goed aan het spelen zijn en of dat zo accuraat of zo juist. Of er moet maar een klein dingetje fout lopen en dan zit je in de laag. Helaas, want vaak zijn dat wel altijd de beste takes. En die gaan dan verloren. Dus dat is eigenlijk... En dat begint ook meestal tegen 4 uur. Dus als mensen wat moe zijn en als er stress begint te komen van mannetjes om ze nu echt door te doen, dan komt die slappe laag. Dus dat is eigenlijk heel erg, hè, want je wilt er mee stoppen, maar dat gaat dus niet. Oké, we kijken er enorm naar uit. Wat Als binnenkort ook met Matteo Simoni. Merci voor het gesprekje, hè. Heel graag gedaan. Een fijne middag. Salut. En zo werd het al.